meerdere zijn. Voor een stuk niks. Wat is de liefde? Kloppen aan mijn eigen. Ja, excuseer. Maar we hebben nu niet afgesproken wie daarmee ging beginnen. Als doctoraal student schreef ik nu een proefschrift over het idee van God in de filosofie van een derde filosoof. Zo ervaar ik God ook in mijn, ook in mijn studies. Maar ik denk dat tijdens Advent God kan ervaren misschien op een andere manier. Als student van filosofie voel ik mee dat het denken van God niet genoeg is. En ik ben op zoek naar, naar een ervaring dat meer dan mijn studies en ook mijn denken over God is. Ja. En ik vind het antwoord in de gebeden van Advent en ook in de liturgie. Ja. Is er een speciale manier waarop ik kan bidden tijdens Advent? Ja, het vult mooi aan, vind ik. Jezus komt in mensen naar ons toe. Jij zegt, ja, ik ben wel door mijn studie ook wel met God en het idee van God bezig. Maar ik voel dat ik iets nodig heb in de ervaring. En je noemt dan het gebed, je noemt dan de liturgie. Hè. Dat zijn momenten waar we juist ons werk onderbreken. Stil worden, luisteren, openkomen, toch voor signalen van God of Christus in ons leven. Is het dan een evangeliewoord? Is het een sacrament? Is het het brood van de Eucharistie? Ja, zo komt hij ook, inderdaad. Zo komt hij ook. Ja, en dus in de actualiteit. U zei het net ook al, dat de advent, dat uitkijken naar de komst van Christus was, die verwachting. Maar met dat u net zei, kwam ik met de vraag van hoe zou dat er dan uit kunnen zien, of hoe zou dat ervaren kunnen worden, zo dan die specifieke komst? Want de advent is wel die verwachting, maar wat is uiteindelijk concreet wat verwacht wordt? Ja, ik probeer even, want het is een grote en goede vraag, hoe dat ook concreet wordt. We waren wel al een beetje op weg. Maar natuurlijk, alles wat we nu bespreken, zijn ervaringen die maar in het geloof toegankelijk zijn. Hè? Als Karen zegt, ik kan soms in mensen die op mij afkomen ook Jezus aanwezig weten. Een ander zal zeggen, ik zie dat niet. Hè? Met mijn ogen zie ik dat niet. Dus we spreken over een soort ervaring die eigenlijk maar in geloof toegankelijk is. Ja. En dan komt er concreet, we hebben al een beetje invulling, in de Eucharistie, in de liturgie, in het gebed, in de mensen. Ik zou er nog aan toevoegen, ook niet zichtbaar met de ogen natuurlijk, hè, maar Jezus heeft het zelf gezegd, ik blijf bij u in mijn geest, de kracht van de geest, waar we met Pinksteren voor openstaan. Hè. Maar goed, dat is dan weer maar een moment van bijzondere aandacht, maar die komt altijd. Dus die geest, wij geloven, Jezus werkt in de wereld door zijn geest. Ook in ons hart, in het hart van andere mensen, zelfs bij andere volken en culturen, is hij aan het werk. Ja. Dus, maar, Raymond, ik kan niet, vraag mij niet, nu een wetenschappelijk bewijs of een wiskundige zekerheid. Dus, maar binnen voor wie gelooft, en dat is met vallen en opstaan, maar zijn er toch zo momenten waar we kunnen iets op het spoor komen van Jezus' aanwezigheid. Ja. En het is voorlopig het laatste dat ik daar nog even wil aan toevoegen. Eigenlijk zijn we nu aan het zeggen, het is de
het is de levende Christus, het is de Paaschristus waarover wij spreken. Niet alleen de Jezus van lang geleden, maar de Christus die nu leeft bij zijn Vader, maar ook bij ons komt. Hè, doorheen al die vormen die we nu een beetje hebben beschreven. Ja, ik ben dankbaar dat ze zo te sprake komen. Hè, in hun verscheidenheid. Je zie je, het is niet op één manier en voor iedereen altijd hetzelfde. Ik moet een beetje openstaan, soms gebed, soms mensen. Soms voel ik dat de geest mij beweegt. Hè. Het evangeliewoord ook. Ik vind dat elke dag voor ons zeer belangrijk. Zo. Ik lees dat niet als een boek van vroeger. Maar ik vraag me af, wat zegt hij mij vandaag? En voel je, dan komt dat dicht in de actualiteit. Ja. Dank u wel, ja. So we praten zojuist over hoe wij Jezus Christus op dit moment kunnen ontmoeten. Maar Advent gaat ook om de toekomst. Wat perspectief kunnen we over onze toekomst hebben? Ja. Heel mooie aanvulling. Hè? We hebben gezegd Kerstmis, verleden, gedenken. Jezus is gekomen, Bethlehem, heel het verhaal. Ja. Moeten we doen. Maar dan hebben wij vooral, dankzij jullie, ontdekt, ja maar ik zoek hoe wij nu, Christus, in ons leven komt. Jij vult nu aan, ja, maar er is ook een toekomstperspectief. En dat merk je inderdaad in de lezingen van de Advent, in het begin vooral van de Advent, gaat het over de eindtijd. Christus die zal komen in een toekomst die alleen God kent. Hè, wij weten niet wanneer. Maar de belofte is daar, hij zal komen om ons leven, onze geschiedenis, de wereld te voltooien. En dat is voor de christen een enorm hoopvol perspectief. Je hebt het woord perspectief gebruikt. Zo kostbaar, hè? Dat de wereld, de mensen, wij, dat wij niet verloren gaan. Maar dat er een toekomst is bij God. Hè? En dat Christus inderdaad ooit de wereld tot voltooiing brengt. Dat is een heel dankbaar vooruitzicht. Waar we meestal niet te veel aan denken, omdat ja, dat is verre toekomst. Hè? En Bethlehem is lang geleden. Vandaar dat we daarnet in het hier en nu zaten. Ik blijf toch wel beklemtonen dat misschien wel de kern is. Het verleden en de toekomst. De verwachting naar de eindtijd. Het gedenken van het gebeurde in Bethlehem. Maar ja, dat hebben ze mooi op een rij. Verleden, heden, toekomst. Hè? Hij is gekomen, hij zal komen, hij komt. En dat vertel ik er nog bij om dat kapiteltje of dat hoofdstukje misschien te sluiten. Bernardus van Clairvaux was dus een gekende monnik in de middeleeuwen, die in grote abdijen ook met eenvoudige broeders moest spreken. En hij heeft zo in zijn adventspreken, ik heb er een paar keer naar verwezen in het boekje, heeft zo ook voor die eenvoudige broeders daarover gesproken. Jezus is gekomen, een kleine baby, zwak, broos, in die kribbe. Jezus zal komen in grote majesteit, heerlijkheid, om de wereld tot voltooiing te brengen. En dan, hij komt nu in geestkracht, zei Bernardus, om hen wakker te maken voor dat komen nu. Hele mooie preken van Bernardus over de Advent. Hè. Ik citeer nog één zinnetje, om dan weer het gesprek te laten verder gaan. Maar hij zegt op zeker moment aan die eenvoudige broeders, God is in de wereld gekomen omwille van het 100ste schaapje, op zoek naar de verloren mens. God is gekomen om te zoeken. Mooie, diepe gedachten zo bij de Advent. Maar voilà, we gaan naar andere vragen. We hebben verleden, heden en toekomst goed op een rij. Drie op een rij.